Voorzitter, het zijn onzekere tijden. Veel mensen maken zich zorgen. Ik zie angstige gezichten op straat, in de supermarkt. Schichtige ogen soms van achter een mondkap, ook hier in de Kamer. Misschien zijn deze mensen bang omdat ze denken tot een risicogroep te behoren. Dat kan. Of omdat ze het aantal ziekenhuisopnames zien stijgen en bang zijn dat er straks overbelasting plaatsvindt. Maar heel veel andere mensen voelen zich vooral heel erg alleen. Ze hebben steeds minder mensen om zich heen, minder sociaal contact. Weer anderen zijn bezorgd om hun onderneming of hun baan te verliezen als gevolg van de zeer ingrijpende maatregelen. Ze vragen zich af of de maatregelen wel proportioneel en effectief zijn. Of het middel niet erger wordt dan de kwaal. En voor al deze mensen moeten we aandacht hebben. Aan al deze mensen moeten we perspectief bieden. De kwetsbaren voor corona, maar ook de kwetsbaren voor de gevolgen van de maatregelen tegen corona. Dus we moeten zeker voorkomen dat de ziekenhuiszorg overbelast raakt, natuurlijk. Maar waarom zet de regering dan nog altijd niet maximaal in op het uitbreiden van de capaciteit in de zorg? De afgelopen jaren zijn tienduizenden verpleegkundigen en artsen uitgestroomd. Waarom worden die mensen niet opnieuw geworven? Uitzendbureaus hebben die mensen in hun bestanden zitten. Privéklinieken hebben aangeboden reguliere ziekenhuiszorg op zich te nemen. En de regering doet er niets mee. Ook internationaal is er voldoende aanbod van medisch personeel. Dat personeel zouden we tijdelijke arbeidscontracten kunnen aanbieden. Dus hoe kan het dat een rijk land als Nederland nog altijd niet voldoende capaciteit in de zorg heeft, zodat de reguliere zorg gewoon door kan gaan? Hoe kan het dat dit na 8 maanden nog altijd niet geregeld is? Nu rijden hier in Den Haag ambulances met zorgbehoevenden rondjes om het ziekenhuis, omdat er geen plek meer is voor nieuwe patiënten. Dit soort berichten verwacht je uit derde wereldlanden, maar niet uit het welvarende Nederland. Hier is sprake van zeer ernstig mismanagement. En waarom wordt het scenario van een tweesporenbeleid nog altijd niet verkend? Waarbij je de kwetsbaren beschermt, maar de rest van de samenleving de mogelijkheid biedt om door te gaan met het leven, met de economie. Met hun bedrijven, school, universiteiten, sportclubs, uitgaansgelegenheden enzovoorts. En wat is het plan als dat gedroomde vaccin misschien niet komt? Blijven we dan 1 jaar, of 2 jaar, of 3 jaar, 4 jaar in continue heen en weer schakelen met lockdowns als de cijfers van de notoor onbetrouwbare PCR-tests weer stijgen? Dat is toch geen realistische optie? Zelfs de Wereldgezondheidsorganisatie, waar het kabinet eerder nog op vaarde, zegt nu van ja, een lockdown heeft alleen zin als je een plan hebt voor wat je daarna wil doen. Een korte lockdown kan eventueel als je daarna ook een plan hebt. Dat is er niet. Waarom wordt er bijvoorbeeld nog steeds niet ingezet op voldoende ventilatie? Waarom wordt geadviseerd om zoveel mogelijk binnen te blijven, terwijl juist vitamine D effectief blijkt te zijn om het immuniteitssysteem te versterken? Ik kan niet begrijpen dat het kabinet al deze punten blijft veronachtzamen. Dat Rutte en De Jonge blijven dreigen met langdurige lockdowns, avondklokken, die rampzalige sociale en economische gevolgen zullen hebben voor de hele maatschappij. Terwijl alle mogelijkheden om de zorg toereikend te maken steeds maar blijven liggen. Het is steeds onze positie geweest. In het begin wisten we natuurlijk niet wat op ons afkwam. In februari en maart een korte lockdown om te kijken wat er gaande was. Maar sindsdien, sinds april, pleiten wij voor maatwerk. Voor tweestromenbeleid. Voor kwetsbare groepen beschermen. De capaciteit in de zorg opschalen. En verder zoveel mogelijk terug naar het oude normaal. En zo snel mogelijk voor zoveel mogelijk mensen. Dank u wel.